Hey, jij daar. Mijn naam is Tom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kortom, welkom bij een hele bijzondere aflevering van Schooltour, waarbij we niet de straat op gaan, maar wel gaan terugblikken op sommige van de beste situaties die ooit, dus niet alleen 2020, maar die ooit in Schooltour zijn gekomen. Ik ben hier met twee acteurs van de videolandserie H3L, namelijk met Davy en Sera. Fakka. Hoi Thomas. Hallo. Videoland staat een serie genaamd H3L, die eigenlijk net zo chaotisch is als Schooltour zelf. We gaan nu met z'n drieën reageren op een stukje Schooltour. En we gaan het hebben over onze eigen ervaringen. Eigenlijk alles wat je van Schooltour gewend bent, maar dan alleen de leukste stukjes. Cool. Doe alvast een duimpje omhoog. Laat hieronder alvast je school achter voor als ik langs mag komen na de crisis. En ik zou zeggen, veel kijkplezier. We gaan kijken naar de beste stukje Schooltour ooit. Ik ben veel te jong voor Valentijnsdag. Hoi back. Ik hoor daar allemaal mensen roepen, jullie liegen. Nee, maar ik lieg... Hou je back. Oh, sorry. Ik lieg niet. Kan je een beetje afstand? Ja. Ja, wat vinden jullie het mooiste aan jezelf? Alles, ik ben perfect. Ze slaat heel veel kinderen. Hou je back, het is echt niet waar. Je staat er echt bij alsof je denkt dat je Beyoncé bent. Oh, maar dat ben ik ook. Hou je back, even, ik ken jou niet eens. Dan waarom praat je tegen mij? Nee, maar kijk, weet je wat het is? Jullie gaan me als HC zien, maar ik ben niet HC. Ik ben alles behalve HC. Is het wel HC? Kan je zien ineens? Maar wie ben jij? Ik ken jou ook. Wie is dit? Waarom praat hij tegen mij? Wie ben jij? Oh. Ja, wie ben jij? Ik ben Hiem. Ik ben hier ook. Wat? Fucking hell. Heftig. Dat is wel heftig, ouwe. Maar ik moet zeggen, joh, waarom niet? Het is wel gewoon, ja, het staat sterk in de schoenen, man. Zou je een relatie kunnen hebben met iemand die high class is? Absoluut niet. Nee, ik ook niet. Nee, man. Voor mij moet iemand wel gek zijn en zelfverzekerd in de schoenen staan. Dat is wel fucking belangrijk, maar ik denk niet... niet buiten de schoenen lopen. Okay. En Sera, zou jij een relatie kunnen hebben met iemand die high class is? Nou, dat vind ik wel lastig, want ik denk eigenlijk ook dat juist dat niemand echt high class is. Ze gedraagt zich gewoon zo, omdat het een bepaalde manier van onzekerheid is of zo. Wie ben jij? Ik ben Denise. Hoi Denise. Hey, wordt er veel RS geschopt hier op deze school? Ja, fucking veel. De meeste meisjes gaan haren trekken en zo. Haren trekken? Ja. Waarom trekken ze haren? Omdat ze stoer willen zijn. Wat doe jij als iemand aan jouw haren trekt? Lijpe klap teruggeven. Wat zeg je dan tegen haar? Dat ze een teringhoer is. Misschien wel k***er. Wat zei je? Misschien wel een k***er of zo. Ja, k***er. Piep. Heftig hoor. Je weet toch zo'n challenge dat je allemaal in zo'n rondje staat en dan gooi je één iemand iets in de lucht en dan valt het op iemands hoofd. Nou, gisteren is dat met een bank gedaan van de aula en toen heeft iemand een gat in zijn hoofd gekregen. We willen een bank en laten we hem in de lucht gooien en daarna op iemands hoofd laten vallen. Laten we kijken wie van ons als eerste gat in zijn hoofd heeft. Er gingen meisjes vechten en we hebben zo'n pingpongtafel. Dus iedereen ging daarop staan, dus die pingpongtafel breekt. En er komen allemaal docenten bij. Toen werd zo'n leraar werd uitgehaald, maar niemand weet wie. Wat niet wie? Ja, niemand. Ja, okay. Was jij het? Nee, ik sla geen docenten. Wat was het ergste wat daar gebeurt? De gevechten zijn wel leuk, maar we hebben mevrouw Scheling en die maakt me hoofd moe, man. Die houdt ervan om mensen te irriteren op hun dingen die ze niet hebben gedaan. Wat wil je zeggen tegen die mevrouw dan? Ik ga niet zomaar uitschalden, maar ze is raar. Ze moet niet over me beginnen en dat soort dingen. Want ik heb echt de zin om er een keer een stoot te geven. Maar ja, wat het ergste hier is gebeurd, is dat mensen gewoon worden gestoken en dat. Ouwe, ik ben flabbergasted. Ik schrik er echt van. Ouwe. Die sjaal. Ja, wat is dat voor fashion? Dat was een dingetje van vroeger. Ik heb dat volgens mij ook gedragen. Ja. En wat zijn de ergste dingen die jullie gedaan hebben op school? Het ergste wat ik heb gedaan? Een kat op het bord getekend. Een kat op het bord getekend? Ja, maar als je hem uit deed vegen, dan stond er nog zo'n piemel op. En dat is het ergste wat ik heb gedaan. Maar ik heb nooit een docent. Oh, ik weet hoe je die kat tekent. Ja, die. Ja, die kat, ja. Ik ben een keer op een matje geroepen omdat ik laserlampjes verkocht aan de hele school. Ik kocht die in op AliExpress, die verkocht ik met winst aan de school. Oh mijn god, jij was de docenten aan het kutten. Je dealde in die spullen allemaal. Oh, en laserlampjes. Zeg maar, hoe braaf kun je het houden? Zijn er dingen bij jullie op school die dit overtreffen? Nou, steekpartij? Ja, jongen, bij mij op school doen we schietpartij. Nee, we nemen altijd wel een eigen...
gereedschapskitje mee met verschillende soorten messen. Nee, grapje. Tegenwoordig hoest je gewoon in iemands gezicht. Oh, dat is nog veel erger, ja. Vuurwerk en wapens. Yes, mijn lievelingsonderwerp. Pas op, nitraat! Godverdomme, jongens. We zijn duidelijk weer in de ghetto beland. Jezus, Mina. Eigenlijk, ik hoorde ook dat hier iemand is gestoken. Ah, fuck jullie! Godverdomme! Ja, ik hoor dat mensen wapens meenemen en messen trekken in het schoolgebouw. Ja, dat klopt. Klopt, vertel. Lijkt in detail. Meestal is het zo, dan komt iemand naar school. Bijvoorbeeld iemand heeft beef met elkaar, ze hebben ruzie. En dan op een gegeven moment komt iemand zeg maar zo stoer doen. En dan gaat die andere diegene bedreigen met de mes. Holy shit, die traten. Zag je die hele groep rennen? Hij ging tering hard, ja, heel die hard. Die ging zo fucking hard dat er echt een piep in mijn oren zat. Dat ik echt dacht van, oh nee. En hebben jullie wel eens iemand bedreigd of gezien dat iemand bedreigd werd? Nee, ik heb echt op de meest keurige school ooit gezeten. Nee, ik ook niet. Ja, volgens mij is wel iemand bedreigd in de serie, hè? Oh ja, klopt. Heb jij niet een paar tikken gehad? Ik heb zeker een paar tikken gehad. En er komen ook nog wel een paar tikken aan. Heb je gevochten of niet? Oh man. Ik ben alleen maar in elkaar geslagen. Hoe fix jij meisjes? Kijk. Je weet toch, je moet gewoon eventjes. Je weet toch. Ik ga niet van zeggen, maar niet van. Goed verhaal dit wel. Hoe wil jij gefixt worden? Je weet toch, hè? Je weet toch. Ze moet gewoon. Nee, ik ga niet van zeggen. Als ik een meisje zie toch en ik wil op haar aflopen, dan weet ik gewoon wat ze wilt horen, snap je? Wat wil ze horen dan? Zo van mij horen, snap je? Wat wil ze van jou horen? Ligt eraan wie het is, snap je? Vieze geluiden of vieze woorden? Nou, dat niet. Vieze geluiden komen later pas, snap je? Alleen, ik ben niet op die dingen, snap je? Gewoon goede woorden zeggen en dan komt dat goed. Mag dat van de kerk? Kerk. Ja, mag wel. Ik denk het wel. Je weet toch? Je weet toch? Wil je met mij... Ik hoef niet veel te zeggen. Mag ik je Snapchat? Ik hoef niet veel te zeggen. Je weet toch? En dan krijg je gewoon die snap. Dan, en dan fix ik. Ja, hoe fixen jullie een jongen of een meisje? Meestal bij het uitgaan. En dan als ik iemand leuk vind, dan ga ik daar gewoon mee dansen. En dan? En dan, als er een klik is, dan voel je dat vanzelf wel. Zie je wel eens naaktfoto's? Nee. Ontvang je wel eens naaktfoto's? Af en toe. Van een van de meiden hier? Nee. Heb je wel eens naaktfoto gestuurd? Nee. Heb je wel eens naaktfoto ontvangen? Nee. Oké. Ik ben clean. Hebben jullie ooit naaktfoto's van jezelf gestuurd naar iemand? Nee, nooit naaktfoto's, wel hele sexy foto's. Gaan er veel naaktfoto's rond bij jullie op school? Er is wel een keer een situatie geweest dat er naaktfoto's rondgingen. En toen kwam de politie. Ja. En toen moest iedereen zijn telefoon laten zien. Wee, politie. Ja. Maar in de serie maken ze er gewoon een kwartetspel van. Ja, klopt. Daar heeft Levi die heeft toen een foto van zijn piemel gestuurd. En daar werd een kwartetspel van gemaakt. Maar het gebeurt wel, man. Er worden echt veel mensen mee gechanteerd. En bij Thomas hoort dit plaatje. Roos, dat kan helemaal niet. Geef hier. Precies, hoe kom jij aan die foto's? Ja, die sturen ze mezelf op. Was een normale leeftijd om ontmaagd te worden? Vraag je mij dan? Na het huwelijk. En jij, normale leeftijd? Na het huwelijk. 14. Pardon? Man, een S, kweet ik quickly. Natuurlijk. 14. Gewoon in één keer 14. Is mogelijk. Ontmaagd worden? 12 of zo, man. 12, man. Spreek uit ervaring, hoor je toch? 12 is gewoon een klein kind. Ja, ik niet. 12? Nee. Ja, 12 is... Nee. Maat, nee. Ik had mijn eerste zoen op mijn 15e. Ik vind echt gewoon 15 vind ik al jong voor je eerste keer. Oh. Ik zeg 16 is oké. Okay. En wat vind jij normale leeftijd om ontmaagd te worden? Oh, ik was er zelf wel wat later bij, man. Ik ook, hoor. Ik was echt geen 14 of 15. En gebeurt er iets seksueels in en rondom de school in H3L? Verder dan zoenen? Oeh, ja, met Thomas en Roos. Die hebben...
lekker aan elkaar gevoeld. Achter de bosjes. En waar geef je nu het meeste geld aan uit? De premium. Ik zweer, Span, kun je al je video's later nog een keer kijken. Kun je alles opslaan. Dat is goeie, man. Waar geef jij het meeste geld aan uit? Wiet. Hoeveel? Meestal 15 gram per dag. En? Een drank, veel. Gaat het? Niet goed, nee. Wat doe je dan zowel de hele dag met al die wiet? Roken, in mijn eentje. Ik heb geen vrienden. Ik wil je vriend wel zijn. Ik zie hier iets moois ontstaan. Geld! Waar geven jullie geld vooral aan uit? Jeetje, waar geef ik vooral mijn geld aan uit? Ik kleding, vintage kleding. That's my favorite. En wordt er op jullie school veel een drugs gehandeld om extra bij te verdienen? Op de opleiding waar ik nu zit niet. Althans, waarschijnlijk ook wel, maar die heb ik nog niet gevonden. Ik heb wel gehandeld in Lidl broodjes en van die zakjes chips. Oh! Dat was wel de shit, ja? Ja, man. We gaan nu door met de video. We willen jou niet op die camera. Wat kom je doen? Waarom neem je wapens mee naar school? Dat vind ik leuk. Laat hem eens zien aan de camera. Dat vind ik leuk. En dan kan ik de mensen schieten die gemeente zijn. Zoals jij. Klinkt toch al als een groot gevaar voor deze school, maar goed. Hey. Rustig. Is hij nou fitty? Ja, ze ging zo doen, dus ik trap maar zo. Ze zijn allemaal borstjes. Ga weg. Wat is het? Nee. God. Jullie zijn niet goed. Jullie zijn officieel niet goed. Ik dacht dat het een soort. Dat er misschien ook nog iets uitkwam van een vuurwerk met een knal of zo. Oh nee. En ze gingen het naar elkaars hoofd gooien. En toen dacht ik echt van. Ja. You could have iemand zwaar verwond. Wie is er het meest gestoord in de serie? Ja, ik denk dat Olly wel. Jij wel, hè? Erg goed gestoord is. Ja, hij is wel erg goed gestoord. Ik hoor allemaal geruchten over dat ze hier heel vroeg beginnen met drinken in Volendam. Op welke leeftijd beginnen jullie met drinken? 13. Ja. Hoe oud ben jij? Oké. Ja, ik wel. Ja, hoe oud ben jij? 12. Is dat echt? Ja. Op mijn 14e. Hoeveel hersencellen heb jij nog? 100 of zo. Kom nu even in beeld te staan hoeveel hersencellen de gemiddelde persoon heeft. Ik ga je googlen, 250 of zo. Op welke leeftijd beginnen jullie met drinken? Ik hoorde 12. 8. 2. 13. Wie je bent? 13. Wauw. Ik begon op mijn 13e ook. Dat is zo vroeg? Ja, klopt. Hoe de fuck? Ik weet het. Damn, en nu is de leeftijd dus 18. Ja, en hoe beter. Zit het in Adriel? Wat Gelukkig. Gebeurt daar allemaal met de alcohol? Tess die wordt heel dronken een avond. Ja, die wordt echt heel erg dronken en die kotst en die gaat helemaal bed. Hey, was het ergste en grappigste wat je hebt gedaan toen je dronken was? Toen dacht ik dat ik op een reling kon lopen van een brug. Ja. Ben je de brug gevallen, in het water? Ja, ik ben in het water gevallen. Met mijn telefoon en mijn portemonnee, toen ben ik alles kwijtgeraakt. Wat wil je zeggen tegen je ex? Niks. Nee, helemaal niks. Nee. Tegen welke van je exen? Hoeveel heb je er? Wat wil je zeggen tegen jouw ex? Tegen mijn ex? Of exen, ik weet niet hoeveel je er hebt. Quattro gang. Nou, laat ik even zeggen. Ik mis haar best wel, man. Het is een moeilijke tijd. Even een traantje. Ze heeft mijn hart gebroken, man. Even een traantje. Kan iedereen even allemaal zeggen? Oh. Ik hou nog steeds van haar en zo. En ik hoop dat ze bij me terugkomt, man. Ik denk dat je heel veel harten verovert nu van alle meisjes die aan het kijken zijn. Wat wil je zeggen tegen je ex? Goeie vraag. Tabbolimek. Tabbolimek? Ja. Wat is dat? Het klinkt als een hoofdgerecht. Ja, precies. Nee, het is een voorgerecht. Echt? Ja, man. Maar wat is tabbolimek? Dus, je scheldt eruit met eten. Ja, precies. Wauw. Ik ga stuk. Ja.
En wat is de ergste manier waarop een relatie bij iemand op jullie school is uitgegaan? Oh mijn god, op de vrije school heeft iemand een keer uitgemaakt via de mail. Wacht even, hoeveel relaties heeft Olly gehad dan? Je karakter. Mijn karakter. Ja, hij zegt dat hij er heel veel heeft gehad. Maar ik denk dat Olly er eigenlijk nog nooit een meisje heeft gezoend. Ja, jongens, er gaat iets minder school toe komen de komende tijd. Ik hoef jullie niet uit te leggen waarom. Er komt nog wel een grote 2020-compilatie als die niet al online staat. Olly, wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers? Ja, fuck, ga nu H3L kijken. Jullie zitten toch binnen en ik verveel me ook dood. Ik heb het al 3 keer teruggekeken. Maar H3L is basically even grote chaos als schooltour. Dus vind je schooltour leuk, dan vind je H3L ook leuk. En dan moet je nu met je bek naar Videoland gaan en het gaan kijken. Davy en Sarah, super leuk dat jullie er waren. Thanks a lot. Mensen, stay tuned voor meer goede content op mijn kanaal. Ik zit al 7 jaar op YouTube en ik kan echt wel wat meer dan alleen maar schooltour maken. En wanneer de scholen open gaan, ben ik gewoon met schooltour weer terug. Duimpje omhoog, abonneer. Ik check je later. Ciao!